Yo, bedankt voor het kijken en welkom bij deze nieuwe video van GTA 5 Challenges. En vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe challenge. En ik had jullie gevraagd om comments achter te laten met challenges. Alleen, ik had nou zelf een leuke challenge bedacht. Ik weet niet of het kan, maar ik wil die toch even proberen. Dus sorry voor iedereen die comments had achtergelaten. Die kun je nogmaals achterlaten op deze video. Maar wat ik in deze video wil gaan proberen is de rocket car nemen. En dan wil ik op de Maze Bank, van het Maze Bank naar een ander gebouw toe boosten. Kijken of dat kan. En ik heb geen flauw idee of het kan. Ik heb het nog niet getest. Ik weet niet eens of wij de rocket car überhaupt op de Maze Bank kunnen krijgen. Aangezien het een voertuig is van, hoe heet het ook weer, van Pegasus. En ik moet dan ook een cargo bob van Pegasus bestellen. Dus dat, ik weet niet of dat samen gaat, zeg maar. Maar we zullen er snel genoeg achter komen. Wat zullen we als eerste bestellen? Ik begin als eerste met een cargo bob. En dan gaan we na heel eventjes mijn andere auto bouwen. Wat moest ik hebben ook weer? Dat was de cargo bob. Het voordeel met dit voertuig is dat je... weet je nou, de rocket car die kun je dus niet direct bij Pegasus bestellen. Het is wel een Pegasus voertuig. Maar die kun je alleen maar bestellen via het CEO menu of door naar je warehouse te gaan. Dus ik ga even kijken of het kan. Of dat daar ook ineens de icoontje op de minimap verdwijnt van die cargo bob. Als dat zo is... dan moeten we iets anders gaan verzinnen. Hoe we dat gaan doen, I don't know. Maar ik wil dit gewoon proberen. Dus, de Rocket Voltic. Kan dat? Ik kan hem niet bestellen volgens mij. Ik klik als een gek. Er gebeurt alleen niks. Oké, we gaan andere methode doen. We gaan richting ons warehouse. Of in ieder geval mijn warehouse, niet ons. Waar zit dat ook weer? Dat is daar. Oké, dit is allemaal onderdeel van de CEO trouwens. Van die CEO update. Die andere warehouse waar ik naartoe rijd. En ik zet een stipje op de kaart en ik rijd nog gewoon anders. Ik ben echt een idioot. Maar dit is iets wat ik eigenlijk al zo lang wilde proberen. Sinds mijn vorige video, toen deze update uitkwam. Het eerste waar ik aan dacht was, ik wil proberen met die rocket car van de Maze Bank naar een ander gebouw te boosten. Gewoon om te kijken of het kan. En ik denk eigenlijk dat het niet eens kan. Want die rocket van die rocket Voltic is niet heel erg goed. Dus je kunt niet heel erg ver vooruit boosten. Maar misschien is het net genoeg. En als dat niet werkt, dan kunnen we misschien ook nog proberen met die kitcar van Knight Rider. Dat kunnen we misschien ook nog proberen. Heb je parachute, dan hou je het sowieso. Want de parachute kun je sowieso heel erg ver gliden. Dan kun je misschien zelfs wel bij vliegveld komen. Want dat was wel iemand die daar in de comments achterliet. Dat ik vanaf de Maze Bank met die kitcar parachute moest gebruiken en proberen in het vliegveld te landen. Dat is misschien nog wel mogelijk, ik weet niet. Dat is wel heel erg ver trouwens. Dus ik denk niet dat het kan, maar... je kunt er redelijk ver mee gliden. Maar in ieder geval, dit is mijn warehouse. We gaan eens even zien kijken. Ik kan er niet naar binnen natuurlijk. Nieuw. Oké, weet je wel. Dan gaan we wel gewoon kijken. Ik heb op zich best wel een paar leuke voertuigen. Ik heb niet alle voertuigen van de CEO-update. Want ik vind ze niet allemaal echt nuttig. Maar ik heb wel veel. Ik heb er... wacht, volgens mij mis ik er maar één. Ik mis er twee. Ik heb die Karen Technical heb ik niet. En ik heb de... dat busje, dat zombiebusje heb ik niet. Ik noem het maar een zombiebusje. Ik vind het echt een ding van een of andere zombiefilm of zo. Volgens mij is dat ook zo. Net zoals eigenlijk alle voertuigen van deze update. Al die special voertuigen zijn volgens mij allemaal van films. Alleen dit ding misschien niet, maar dit ding bestaat sowieso wel. Misschien is het van een of andere gekke James Bond film of zo. I don't know. In ieder geval, dit is van Knight Rider natuurlijk. Dit ding doet me denken aan de Fast and the Furious. Van waar ze zo'n trein overvallen. Ik weet niet of het daarvan is. Dit ding sowieso. Dit ding doet me ook ergens aan denken. I don't know. Maar in ieder geval gaan we nou dit ding gebruiken. De Rocket Voltic. Dit ding is serieus. Als ik je kan aanraden van één van deze auto's te kopen van de update. Koop dit ding. Dit ding is serieus eindeloos plezier. Dat kan ik je echt beloven. Je kunt er zoveel random shit mee doen. Dit is by far mijn favoriete voertuig. En dat komt ook op die andere dingen. Die rampcar en zo. Die zijn leuk. Alleen die gaan heel snel kapot. En dit ding is gewoon serieus onvoestbaar. Dit ding kan niet kapot. En ik zie iets heel erg goeds. Kijk eens. Hij staat er nog op de cargo bob. Godzijdank. Godzijdank. Zullen we er gewoon even heen boosten? Ik bedoel, hey, we hebben een rocket car. Let's go! Wop, wop. Maar dat is goed. Dat tekentje staat nog steeds op de kaart. Dat wil dus zeggen dat hij te gebruiken is. Ik was eigenlijk bang dat hij zou verdwijnen zodra ik dit voertuig zou pakken. Want als dat zou gebeuren, dan heb ik geen idee hoe ik dit ding op de Maze Bank moet krijgen. Want ik zit in een solo lobby. Dus niemand kan me helpen. En dan kon ik natuurlijk al om hulp vragen. Er zijn genoeg mensen die me zouden willen helpen, denk ik. Maar, dat zou wel lullig zijn geweest.
Hoop ik tenminste dat we dit in één keer kunnen fixen. Anders moet ik het allemaal weer overnieuw gaan doen. Overnieuw een cargobot bestellen en shit. Te veel werk. We zullen het zien. En als het heel erg makkelijk is, dan probeer ik misschien daar ook nog even met die andere auto. I don't know. Oh! Oké. Ik heb trouwens bijna geen geld meer. Ik heb nou $310,000. Ik had een tijdje geleden ook die... Megalodon Shark Card van 8 miljoen gekocht. En dat was een 100% bonus. Alleen ik had die bonus gekregen. Dus ik had gewoon een mailtje gestuurd naar Rockstar. En uiteindelijk heb ik die 100% bonus alsnog gehad. Dus ik had in totaal 16 miljoen. Dat is behoorlijk handig. Dat kan ik je wel vertellen. En alsjeblieft, verdwijn niet. Ik was bang dat het ding van verdwijnt. Het kan nog steeds. Oké. En gooi hem maar aan. Lukt dat? Ja, zeker. Ah, ik ben mijn deur kwijt. Nou ja, whatever. Richting de Maze Bank. Ik weet niet of er überhaupt wel iets dichtbij staat waar we toe kunnen boosten. We zullen er snel genoeg achter komen. Op zich zijn die gebouwen niet heel extreem ver uit elkaar. Dus... ik heb een idee. Als dit lukt, dan gaan we gewoon kijken of we andere jumpspots in de map kunnen vinden die wel vet zijn. En ik vraag jullie ook gewoon om sowieso ideeën achter te laten. Weet je vette plekken waar we vanaf kunnen springen met de rocket car? Laat het me weten. En ik heb nou al gelijk een idee. Dat gaan we sowieso doen dadelijk. En dat is Mount Chiliad. 100%. 100% dat we dat gaan doen. Die andere auto die doen we wel in een andere video. Knight Rider auto waar ik net over had. Want ik denk dat we meer dan genoeg dingen hiermee kunnen doen. Oeh, zou dat lukken? Nee, de FIB. Nee, veel te ver weg. Oké. Parkeer! En heel mooi. Oh, ik kan zelfs mijn helikopter hier gewoon naast zetten. Dat is nice. Waarom niet? Oké, nou is de vraag. Waar wil ik heen boost? Oh, wacht. Misschien daar. FIB is onmogelijk. Omdat het bijna dezelfde hoogte. Dus dat kunnen we sowieso nooit halen. Oh, jongens. Dat voelt te veel weg. Dat zie ik op zich nog wel gebeuren. Maar we hebben één probleem. Dit trapje staat in de weg. Zou dat lukken? Ik weet niet. Ik denk eigenlijk dat het wel kan zelfs. Ik moet eigenlijk iets langere aanloop hebben. Dat kan het niet. Nou ja. Only one way to find out. Gaan we het proberen? Ik ga het proberen. Gaat het lukken is de vraag. Nu in de comments achterlaten en voordat we dit doen. Oké, 3, 2, 1 en go. Woehoe! No, ik spring er overheen. Oh shit, dat was makkelijk. Ik sprong er zelfs overheen. Oh, landing van de eeuw. Oké, niet echt. Dat was wel een mooie landing. Oké, nou heb ik één probleem. Hoe krijg ik mijn helikopter daar weer vanaf? Hoe gaan we dit doen? Ik heb al een idee. Ik heb een prachtig idee. Als het goed is, ga ik nog een helikopter. Zou dat lukken trouwens? Dit is volgens mij al een voertuig van de CEO shit. Oh, wat doe ik nou? Quick GPS. No. Wait a minute. Oh, ik was nog geen CEO. What? Oh, dat is disabled omdat ik... Oh, dat kan wel. Oh, ik dacht dat het disabled was. Volgens mij kun je geen CEO opdrachten doen als je in een solo lobby zit. Maar je kunt blijkbaar wel CEO worden. Godzijdank. Wat moet ik nou doen? Nou moet ik een helikopter bestellen. CEO. Please zeg dat dit kan. De buzzer. Lukt dat? Oh, die staat al achter mij. Goed zo. Het is zoveel werk om dit allemaal te doen. Nou moet ik met de buzzer omhoog. Moet ik daar mijn cargo op pakken. Moet ik mijn auto weer hier ophalen. En weer terugvliegen. Nou ja. Als het werkt, is het niet dom. En het gaat werken. Dat weet ik zeker. Dus, nou. Maar die rocket car, dat ding is echt sowieso aan te raden. Ik weet niet precies hoe duur dat ding was. 2,4 miljoen of zo, volgens mij. Is een hoop geld. Maar van alle voertuigen, mijn favoriet. Dat kan ik je vertellen. Kijk eens aan. Daar staat hij nog. De prachtige cargo bob. Oh, netjes landen. En dan gaan we naar beneden. Ik ben wel blij dat we die dingen tenminste kunnen gebruiken. Als dat nou niet ging, dan was dat echt zo fucking veel werk. Maar we kunnen sowieso dus richting dat gebouw springen. Dus nou wil ik eigenlijk toch proberen om de FIB te halen. Want dat is op zich nog wel eigenlijk een tikkeltje vetter. Zou dat lukken, denk je? Want het is echt qua hoogte is dat wel echt hoor. En hij is ook wel echt veel verder weg. Ik sprong hier maar nauwelijks overheen. Hè. Ik kwam volgens mij net ongeveer hier zo terecht. FIB is sowieso niet mogelijk. Nou ja, we zullen dat ook wel zien. Eerst even onze rocket car ophalen. Er is dadelijk niet eens plek over voor mijn cargo. Oh, no, niet afrollen. Zo. Het staat ook helemaal vol hier. Oké, nou, hij staat er tenminste mooi op.
Nou ja, op het nippertje, op het randje. Hoe gaan we dit fixen? Even kijken. Naar welke zullen we springen? Wat is een mooie uitdaging? Oh, daar op die haar zou heel mooi zijn. Dat zou vet zijn, precies. Ja, dat is onmogelijk. Hoe groot is de kans eigenlijk precies op die haarland daar? Van die helikopter, van de helikopterplatform. Ik wil echt de FIB proberen, maar dat is zo ver weg. Dat is eigenlijk gewoon onmogelijk. Oh, kijk dit. Oh, ik duw bijna de helikopter eraf. Oké, we gaan toch de FIB proberen. Ik wil niet achteraf het gevoel hebben dat ik daar niet heb geprobeerd. Dus ik ga heel even plek maken en dan gaan we die stunt proberen. Het moment is aangebroken. Oké, we moeten hier sowieso al een aanloop voor nemen. Stiekem heb ik toch nog wel hoop. Oké, 3, 2, 1. Let's go! Wow, bijna. Nee, ik wil dit zo graag proberen, maar dit is zoveel werk. Het is zoveel werk om dat ding daar weer op te krijgen. God. Fuck sake. Nee, oké. Ik ga het nog een keer proberen. We hebben dit nog maar 2 keer gedaan en het begint nu al donker te worden in de game. Ik heb hier echt zo'n ongelofelijke hekel aan, hè. Dat het zo snel donker wordt in GTA. Dat is echt het meest frustrerende wat er is. Want je kunt gewoon eigenlijk je fuck opnemen wanneer het nacht is. Je ziet geen reet. Nee, we gaan even hier landen. Nou ja, oké, prima. We konden trouwens ook daggebouw proberen. Dat is op zich ook een mooie plek om met te springen. Misschien wel makkelijk, hè. Ik wil het allebei nog proberen. Ik wil nog steeds proberen het FIB gebouw. Maar dat is nou ook wel leuk om nog een keer te testen daar. Ik denk dat sowieso gaat lukken. Dat is een nice. Lijkt een beetje op The Fast and the Furious. Wanneer je van gebouw naar gebouw springt. Ik weet niet of jullie de film überhaupt hebben gezien. Ik neem aan van wel. Ik denk dat 90% van jullie die film al heeft gezien ooit. Die nieuwe. Nieuwste. Oké. We gaan het weer proberen. Een iets grotere aanloop. Ik heb geen idee dat het echt zin heeft. Oh, je hoort het ding ook, maar die ding is elektrisch. Wauw. 3, 2, 1. Oké, let's go. Go. En wow! Ja. Wow! Yes! Oh my god, ik spring er weer vanaf. Oké, we hebben het gehaald. 100% zeker. Dat is nice. Het is dus slim om iets later te boosten. Want dan kun je een beetje schuin boosten dat je de lucht in gaat. Dat was natuurlijk super slim. En nog een goede landing trouwens ook, hè. Die was mooi. Dat was een prachtige stunt. Daar ben ik trots op. En trouwens, lol. De kerstboom staat nog steeds, maar de sneeuw is weg. What? Oké. Maar we hebben het gehaald, dus. Challenge complete. Ik wil nog 1 keer proberen om naar het andere gebouw te springen. Daarna gaan we even naar Mount Chiliad. Gewoon wat kan. Ik denk dat wij net de moeilijkste stunt hier een beetje hebben gedaan. Dat is de FIB. Die staat redelijk ver weg, maar die hebben we dus gehaald. De IAA staat nog verder weg. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Kunnen we ooit nog wel een keer doen? Dat ga ik nou niet doen. Want ik wil nou nog heel even kijken of wij Hero naar het daggebouw. En dan, ja, dat moet 100% lukken. Die is lager volgens mij dan FIB. En dat is vooral belangrijk, want je gaat naar beneden. Dus als die lager is, dan land je eigenlijk vrijwel altijd wel op dat dak. Oh shit, daar heb je een lampje voor. Daar krijg ik tegen een lampje aan. En wat doet die helikopter hier? Flik op. Dat zou zo vet zijn als ik dat ding kan raken in de lucht. Oh jongen, met dit ding kun je zoveel vette dingen proberen. Dat is niet normaal. Als hij nou wel lager vliegt, dan probeer ik hem uit de lucht te halen. Oké, staan we er nou goed voor die stunt? Ik denk dat we er perfect voor staan. Oké. 3, 2, 1. Let's go! En dan... Oh! Nou, hier, kijk maar jongen. Ik spring er overheen. Oh, dat kwam omdat ik dus later een boost deed. Je springt en vervolgens dan schiet je zelf gewoon de lucht in. Dat is nice. Oké, nou, het is in ieder geval sowieso mogelijk. Je springt gewoon te ver. Je springt gewoon overheen. Die op de FIB, die vond ik sowieso nog echt prachtig. Want we landen echt perfect. Alleen vervolgens schoot ik er weer vanaf met daar die ramen hadden waar ik overheen vloog. Maar dat was wel een mooie landing net. En woehoehoe! We zijn inmiddels ongeveer een half uurtje later. We zitten op Mount Chiliad. En ik heb een nieuwe auto. Je zou niet verwachten dat hij nieuw is, maar hij is wel degelijk nieuw. Ik had die andere ponnelijk in het water gereden. En toen had ik een nieuwe besteld. Alleen moest ik hier helemaal naar boven rijden. En dat is niet geheel vlekkeloos gegaan. Maar oké. We zijn dus hier. Ik wil even kijken hoe ver we kunnen springen. Ik denk dat wij wel op andere plekken misschien verder kunnen springen. Want dit is niet echt een ramp naar boven, maar meer vooruit. Maar we zullen het zien. Dus we gaan een aanloopje nemen. En ik heb trouwens ook gewacht tot het licht werd. Dus het is nou licht, maar niet dat dat heel erg veel doet. Maar oké, let's go. Woep! En woehoehoe! Oké.
minder spectaculair dan ik had verwacht. For fuck's sake. Je kunt maar kort boosten, weet je. Echt zo. En dat was het. Ik wil gewoon echt gewoon meters kunnen boosten. Nee. Oké, nou ja. Hebben jullie ook weer gezien? Ik had die comments over gehad, dus dan is dat ook weer doorgestreept op onze bucketlist. For fuck's sake. Dit was echt. Dit was balen. Hey, zelfs dit is nog leuker. Gewoon letterlijk recht de lucht in. Ah, dat was een tegenvaller. Maar ja. We hebben in ieder geval onze challenge behaald. Dus ik denk dat ik de episode hier ga afsluiten. Dus als jullie leuke challenges weten voor mijn volgende video, laat ze achter in de comments hieronder. En trouwens, voordat daar ook je comments over komen, je kunt alleen boosten wanneer je, je kunt alleen je boost opladen wanneer je op de grond bent. Dus ik kan niet zeggen boosten, halverwege in de lucht zitten en vervolgens weer boosten, dat kan niet. Ik moet eerst de grond aanraken om weer mijn boost op te kunnen laden. Dus voordat daar ook mensen zeggen, oh, probeer gewoon zo ver mogelijk de lucht in te boosten, dat kan niet. Dat gaat niet op tijd. Soort van wel, maar je moet op de grond zijn. En dan pas telt het. Dus, vaag verhaal. Maar in ieder geval, nogmaals, als je leuke challenges weten voor de volgende video, laat achter in de comments hieronder. Het mag letterlijk met alles zijn wat je kan verzinnen, zolang het maar een soort van mogelijkheid heeft. Dus niet dat je iets gaat verzinnen wat je eigenlijk al weet dat het gewoon onmogelijk is. Want dan is er ook geen reden om het te proberen. Maar ik ga ervan uit dat jullie wel wat leuke originele dingen kunnen bedenken. Ik zie hier nog iets leuks, dus we gaan dan even proberen. En gaat dat lukken? En... Hell yeah! Hopelijk zie ik jullie in ieder geval in de volgende video. Dus tot dan! En houden we! Oh, in het water! En crap!